Oké, jongens, ik neem het toneel voor een paar minuten. Welkom allemaal bij de beta break van deze maand. We gaan het deze maand hebben over CRISPR-Cas. En we zijn blij dat jullie er allemaal zijn. Om een beetje context te geven hiervoor. Ja, jullie zijn natuurlijk allemaal op de hoogte. We veredelen organismen al duizenden jaren op verschillende wijzen eigenlijk. En sinds de jaren 70, 80 maken we, laten we zeggen, intensief gebruik van meer geavanceerde genetische modificatietechnieken. En over de laatste jaren is CRISPR-Cas hierbij gekomen. Tenminste qua intensief gebruik. En we hebben vandaag twee specialisten aan tafel zitten die hun kennis met ons gaan delen, waar we erg blij mee zijn. En die zal ik even introduceren. De eerste spreker is Geert Hamer. En als omschrijving kijk ik heel eventjes extra goed naar... Geert Hamer is universitair docent en onderzoeker bij het Laboratorium voor Voortplantingsgeneeskunde van het AMC. En doet onderzoek aan het genoomstabiliteit en DNA-schade en reparatie in voortplantingscellen en vroege embryo's. En Geert Hamer zal zo meteen een kleine introductie geven over het mechanisme van CRISPR-Cas zelf. Als tweede expert zijn we blij aan tafel te hebben Ferdy van Diemen. Ferdy van Diemen is onderzoeker in opleiding bij de medische microbiologie te UMC Utrecht. En doet onderzoek naar het gebruik van CRISPR-Cas tegen humane herpesvirussen. Ik dacht even dat de audio iets minder werd. Dit was de introductie en dan zou ik graag Geert Hamer willen uitnodigen om ons te verrijken met zijn kennis over CRISPR-Cas en een korte introductie over het mechanisme te verzorgen. En zoals jullie zien hebben we hier twee schermen en er is vrij veel informatie op de schermen. Daarvoor hebben we het zo toegankelijk mogelijk voor iedereen geprobeerd te maken en ik hoop dat jullie het allemaal een beetje kunnen volgen. Oké, geniet ervan. Is bij jullie ook de dia's, zijn die versprongen? Oké, mooi zo. Dus ik wil iets zeggen over genetische modificatie van voortplantingscellen, gameten dus, en embryo's. Omdat dit de laatste tijd in ons veld en ook in de media enorm veel aandacht heeft gekregen. En ik zal even uitleggen wat er precies mogelijk is en ook relativeren wat er allemaal nog niet mogelijk is. Dat laatste vind ik vooral heel belangrijk. Dus hier zien jullie de levenscyclus van de mens eigenlijk. En ik heb helaas geen pointer, maar ergens linksonder zien jullie een Griekse meneer, zoals ik me dat voorstel. En dat staat onder soma en dat is eigenlijk ons lichaam. En dat lichaam is sterfelijk. Dus wij zijn hier maar voor een heel korte periode. Zeker als je het op een evolutionaire schaal beziet. Maar wat hier heel lang is, dat is de kiembaan. En dat zijn de voortplantingscellen en ook... Wat je hierboven ziet in het rood fertilization, dat is de zygote. En die zygote deelt weer en daar een bepaald aantal cellen wordt weer voortplantingscellen. En die cellen die hebben dus eigenlijk het eeuwige leven. En die zijn dus in dat opzicht belangrijker dan ons eigen lichaam. Maar wat een consequentie is in context van CRISPR-Cas, is als je iets aanpast in die kiembaan, dan genees je niet alleen één individu, maar die verandering die blijft dus voor de eeuwigheid in die kiemlijn zitten. Dat is dus in Nederland ook verboden om iets te veranderen, de kiembaan. Maar stel, je hebt een koppel dat kinderen wil krijgen, maar één van de partners heeft een genetische ziekte. Dit zou je dus kunnen gaan herstellen met CRISPR-Cas en dat is ook in China gebeurd. Bijvoorbeeld, Barbie in dit geval heeft een mutatie in een gen wat haar een verhoogde kans op borstkanker geeft. Wat we dan op het moment doen is, dat koppel gaat in een IVF-behandeling. En dan gaan we kijken of je met PGD, Pre-Genetic Diagnostics, een embryo kan uitkiezen wat niet die mutatie heeft. Zodat je embryo kan plaatsen terug in Barbie dat niet die mutatie heeft. Dus dit gebeurt al op vrij grote schaal in IVF-klinieken wereldwijd. En hoe PGD werkt, is je neemt één cel uit een vroeg embryo en die cel ga je sequencen om te kijken of die mutatie in dat embryo zit.
Als dat niet zo is, dan plaats je dat embryo terug in de baarmoeder. Dan krijg je dus een kindje zonder die. Nou, wat is er nu 2 jaar geleden gebeurd? Een lab in China heeft zo'n net bevruchte eicel en zygote behandeld met CRISPR-Cas. Ze hebben die mutatie die een ziekte veroorzaakt, dus niet met PGD gescreend, maar gewoon gerepareerd. CRISPR-Cas. En die zygote hebben ze op laten groeien tot een embryo. En dan kan je dus in principe elke mutatie van elk gen repareren met CRISPR-Cas. En dit is het bovenste artikel. En je ziet dat er 2 artikelen staan. Dit is ook nog een keer herhaald door een andere Chinese groep. Dus hoe werkt nou ongeveer dat CRISPR-Cas? Ik zal niet te gedetailleerd gaan, maar toch voldoende om leuk door deze middag heen te komen. Je ziet een rode bol. Dat is eigenlijk een soort van cartoon van het enzym Cas. En dat werkt eigenlijk als een schaar die je DNA kan knippen. Dus wat dat enzym doet, maakt een knip in het DNA. Doe ik het nog? Ja. Het was interferentie van 2 microfoons. Dus je hebt die schaar die kan DNA knippen. Maar dat zou een ramp zijn als je dat in je cellen zou brengen, want dat enzym knipt gewoon overal. Dus wat het mooie is van CRISPR-Cas, is dat je in die bol, zien jullie misschien op de dia, ik heb helaas geen pointer, dat staat gRNA en dat staat voor guide RNA. Dat guide RNA heeft een heel specifieke sequentie en dat Cas9 gaat alleen knippen in het genoom waar die sequentie identiek is aan die van dat guide RNA. Dus ik leg het altijd uit, het enzym Cas9 is een soort schaar en dat guide RNA is de tomtom die schaar precies naar de goede plek in het genoom stuurt. Nou, dan heb je bij dat bliksempje is zo'n breuk ontstaan en dit kan op 2 manieren gerepareerd worden. Dan is de linker manier heet non-homologous end-joining en dat gaat bijna altijd fout. Dus daardoor krijg je een mutatie. Dat is een insertion of deletion. Dat noemen wij dan indel. Maar ja, dat is natuurlijk wat je niet wil. Dus wat wij doen als we specifiek iets willen manipuleren, is dat je met dat enzym Cas9 ook een template DNA meebrengt. En dat staat hier exogenous DNA repair template. En als je dat mee injecteert in zo'n zygote, dan wordt die breuk gerepareerd met dat template DNA als voorbeeld. En dan krijg je precies de sequentie die jij wilt. Je kan stukjes DNA erin brengen, eruit halen, veranderen of die mutatie repareren. Als hier vragen over zijn later, dan vraag vooral meer. Dus wat we nu doen, in plaats van PGD, is je maakt een zygote in een IVF-behandeling van Ken en Barbie en je repareert gewoon die mutatie. En dan heb je in één klap, in theorie, dus een gerepareerd embryo en een kindje zonder die genetische ziekte. Nou, dan heb ik even de relativering. Als je dat artikel goed gaat lezen, blijkt dat die methode extreem inefficiënt is in humane embryo's. Ze hadden voor dit onderzoek namelijk 100 embryo's nodig, zygotes. En daarvan ging 20% dood, omdat je die CRISPR-Cas en dat template DNA moet injecteren. Van die 80% had de helft geen cleavage door dat Cas9, dus niks gebeurde er. Van daarvan ging 25% ging niet die template gebruiken voor reparatie, maar een ander gen op een ander chromosoom dat er heel erg op lijkt, dus ook mislukt. Dan, daar 60% van werd de breuk door Cas9 gerepareerd door die non-homologous end-joining. Dus je kreeg echt eigenlijk een knock-out van dat gen. En de overige 15% die lukte maar. Dus je hebt eigenlijk van 100 embryo's lukken er maar 6. En dan moet je weten, bij een IVF-behandeling heb je meestal maar 10 embryo's. Dus in de praktijk gaat het nooit werken. En van die 6 embryo's was 100% mozaïek en 100% had off-target effecten. En off-target effecten betekent dat Cas9 ook op de verkeerde plekken heeft geknipt. En mozaïek betekent dat van bijvoorbeeld de 8 cellen van zo'n embryo, bijvoorbeeld 4 of 5 niet gerepareerd zijn en die andere wel. Met andere woorden, ondanks alle media-aandacht is dit experiment eigenlijk mislukt. Het is gewoon nog niet mogelijk. Er is toen ook nog een
ander artikel uit Amerika gekomen en die hebben op een ander moment dat CRISPR-Cas-systeem geïnjecteerd. En die beweren dat het nu wel gelukt is zonder mosaïcisme. Nou, dit duurt te lang. Maar een weer ander laboratorium heeft eigenlijk aangetoond dat dat niet mogelijk is. En ook hebben ze gepubliceerd waardoor. En dat staat op BioArchives. En die twee laboratoria die hebben nu een soort van ruzie met elkaar. En ze moeten nog uitvechten of dit nou wel of niet gelukt is. Maar ik denk van niet. Ik denk dat dat tweede lab gelijk heeft. Nou, dan is er nog een laatste nieuwtje. We kunnen nu ook uit stamcellen voortplantingscellen maken. Het lukt in de mens nog niet, maar wel in de muis. En wat dus mogelijk is, is dat je bijvoorbeeld een huidcel neemt. Daar maak je in het laboratorium een stamcel van. En die stamcel kan je ook behandelen met CRISPR-Cas en opkweken in het lab. En van die gemodificeerde stamcel kan je dan een voortplantingscel maken. En die kan je weer bevruchten. En dan kan je ook bijvoorbeeld een genetisch gemodificeerd embryo maken. Maar dit is wel mogelijk in de muis, maar nog niet in de mens. Dus de grote vraag is, kunnen we nu een designer baby gaan maken? Nou, ik denk dat we daar veel discussie over krijgen, maar het korte antwoord is nee, dat kan nog niet. Want we kunnen op het moment eigenlijk nog niet eens één gen met één puntmutatie herstellen. Dus het wordt ook veel te ingewikkeld om eigenschappen zoals muzikaliteit of sportiviteit. We snappen ten eerste niet welke genen daar belangrijk voor zijn en we snappen ook niet hoe je ze zou moeten modificeren. En de modificatie zelf is enorm inefficiënt. Dus dat is echt nog toekomstmuziek. En dan hebben we het ook nog niet gehad over de invloed van de omgeving. Want het gaat nu alleen over genen, maar je natuurlijk ook nog de omgevingsinvloed. En nou, dan bedank ik dus Ken en Barbie en Beta Break dat ik hier mag staan. Oké, bedankt Geert voor deze introductie. Concluderend zijn we dus eigenlijk nog niet zo ver als vaak wordt geroepen. Maar Ferdy, jij maakt in onderzoek ook gebruik van CRISPR. Kun je daar iets over vertellen? Jazeker. Ik maak gebruik van CRISPR, maar dan op een andere manier. Dus in plaats van dat wij naar, laat ik zo zeggen, embryonale eigenschappen kijken om die aan te passen, kijken wij meer naar het behandelen van virale infecties met behulp van CRISPR's. Dus dat is een ander doel. Neem maar dat ik nu naar de presentatie verder kan, of niet? Volgens mij werkt mijn microfoon eventjes niet. Heel eventjes een kleine huishoudelijke mededeling tussendoor, jongens. We hebben een cashbox. En dat is een box waarmee je vragen kan stellen. En die kunnen we door het publiek heen gooien. Dus mocht er op elk moment dan ook... Er is veel tijd voor vragen. Dus hebben jullie op elk moment dan ook een vraag over iets wat we aan het bespreken zijn. Alsjeblieft, steek je hand omhoog. En dan gooien we de cashbox naar je toe. En dan kun je een vraag stellen. Dankjewel. Ja, dan... Is dit een perfect moment om... Dit is het volgende kopje, dat is namelijk waar zijn we nu? Waarin we graag even willen bespreken. We doen eerst waar zijn we nu en dan later zullen we het naast dingen waar Geert het ook over had, namelijk off-target effecten en het injecteren van de machinerie, zullen we het ook hebben over de toekomst. Wat zijn nou reële toekomstbeelden? En voor nu geef ik Ferdy graag het woord. En sorry. En om te bespreken over wat jouw onderzoek nou precies inhoudt. Oké, zoals ik het al zei, doen wij vooral onderzoek naar het gebruik van CRISPR om virusinfecties, en met name dus herpesvirusinfecties, te bestrijden. Nou, waarom herpesvirusinfecties in het algemeen? Ten eerste, herpesvirussen zijn dubbelstrengs DNA-virussen. Dus het is een DNA-virus. Daarmee is het al sowieso, laat ik zo zeggen, een potentieel target voor het CRISPR-systeem, zoals wij het kennen, met Cas9, wat specifiek op DNA kan knippen. En we weten dat herpesvirussen heel veel voorkomen. Dus 90% van de mensen draagt over het algemeen één of meerdere vormen van een herpesvirus bij zich. En dat bij zich dragen van een herpesvirus is ook over het algemeen in een latent stadium. Dus je komt er nooit meer vanaf eigenlijk, als je het eenmaal hebt. Voorbeelden van herpesvirussen zijn bijvoorbeeld Epstein-Barr virus of EBV. Herpes simplex virus, HSV, en dan heb je 1 en 2. Ik bestudeer met name herpesvirus nummer 1 of type 1. Een ander is variële zoster virus en cytomegalovirus, CMV. En wat met name bij dus herpes simplex virus nummer 1 of type 1
dus veel voorkomt, is dat mensen een koortslip ontwikkelen. Daar zullen waarschijnlijk veel mensen ook wel eens in aanraking mee zijn gekomen. Maar een veel ernstiger probleem is ook dat je eventueel een infectie op de cornea kan krijgen. Dus een ooginfectie eigenlijk, op het hoornvlies. En aangezien herpesvirussen dus latent aanwezig zijn voor het leven lang en je daar niet meer vanaf kan komen, veronderstelden wij dat misschien CRISPR's daarvoor een uitkomst zouden bieden om in ieder geval proberen het probleem te verminderen. Nou, hoe zou dat in zijn werk gaan? In het algemeen is er zojuist al een mooi overzicht gegeven van hoe CRISPR-Cas9 werkt. Maar eventjes nog in het kort. Jullie zien als het goed is een geel enzym-eiwit-achtige structuur. Dat is Cas9 in dit geval. En in Cas9 hebben we dus een guide RNA. En deze guide RNA, zoals Geert ook al zojuist aangaf, guides letterlijk, dus gaat letterlijk het Cas9-eiwit op een bepaald gedeelte van het DNA toesturen of targeten. Als het eenmaal daar belangt, kan het daar een knip mee veroorzaken, dus een double-strand break. En die double-strand break is uiteraard, laat ik zo zeggen, veroorzaakt deleties, inserties eventueel, kan gerepareerd worden door het lichaam, maar in een virus is dat wat lastiger. Wat dus wij hopen te bewerkstelligen met het virus is dus dat dat virus het niet meer kan repareren. Daarmee dus het virus eigenlijk kapot geknipt is op dat moment. Een bepaald essentieel gen ook mist en daardoor dus niet meer kan repliceren. In de natuur is eigenlijk dit hele systeem in bacteriën dus ontwikkeld om bacteriofagen te bestrijden. Dus dat zijn virus eigenlijk tegen bacteriën. En vanuit dat oogpunt hebben wij dus ook CRISPR-Cas9 of CRISPR in het algemeen ontdekt. Nu gebruiken we tegenwoordig heel veel, ook in het lab natuurlijk met name, om bepaalde celmutaties aan te brengen. Specifiek gericht tegen een gen op een bepaalde locatie, gespecificeerd door de guide RNA, zoals Geert ook al aangaf. En wij bedachten dus, oké, als we dat dan kunnen doen op een DNA-target zoals het humane genoom, kunt het waarschijnlijk ook doen op een DNA-target zoals een virus. En dat hebben we geprobeerd te bestuderen. En hopelijk kunnen we daarmee het virus uitschakelen. Hoe we dat hebben gedaan was als volgt. We hebben dus cellen genomen. In deze cellen, humane cellen, hebben we dus guide RNA's ingebracht tegen HSV. En vervolgens hebben we dus een infectie toegepast op deze cellen met een HSV die een GFP-tag heeft. Dus dat is een HSV die een green fluorescent protein, ofwel een fluorescente marker bij zich draagt, zodat wij de infectie kunnen volgen in de tijd. Vervolgens, als we dus geen effect zouden zien van de CRISPR, zouden deze cellen dus allemaal GFP-positief raken en doodgaan uiteindelijk door de infectie. En op het moment dat de CRISPR actief zou zijn, zou je verwachten dat dit niet gebeurt. Dus deze cellen zouden GFP-negatief blijven. Wat we dus hebben gezien in ons onderzoek is, als we dus deze guide RNA's toepassen, en hier zien we dus initieel de titer op de y-as van de hoeveelheid virus, en op de x-as de verschillende condities, hier zien we drie verschillende controles. En al deze controles zijn zwaar geïnfecteerd. Dat geeft de hoogte van op de y-as geeft dat weer. Op het moment dat we enkele guides toepassen, zien we dus, en dit is een logaritmische as, dat de titer die we behalen uit nog steeds deze geïnfecteerde samples, en dit is allemaal in vitro gedaan, dus geen in vivo studie, zien we dus dat deze aanzienlijk verminderd worden. En dat is met een enkele guide RNA. Het enige probleem is wel dat een enkele guide RNA op dit moment niet voldoende lijkt te zijn om het virus voldoende plat te leggen. Althans met de hoeveelheid virus en onze omstandigheden zoals wij hem hebben gebruikt. Echter, als we nou twee guide RNA's tegelijkertijd inbrengen, kunnen we geen enkel viraal particle meer detecteren vanuit het supernatant. Wat indicatief is voor het feit dat dan dus inderdaad er geen enkel uitgroeiend viraal particle meer aanwezig is. En dus het virus eigenlijk niet meer herstellen kan van deze CRISPR-behandeling. Dus ter conclusie, wat we dus hopen te bewerkstelligen is dan, het normaliter zou dus een herpesvirus een cel infecteren. Deze reist dan naar de nucleus om daar te repliceren. In deze nucleus hebben we dus ook het CRISPR-systeem actief. Die kan daar een knip veroorzaken op het genoom. En als je een enkele guide daar aanwezig hebt, zie je dus dat dit eventueel dus een enkele deletie in een gen, hopelijk essentieel, veroorzaakt. Echter, als je dus meerdere guides gebruikt, kun je zelfs het hele genoom fragmenteren van het virus. En dat maakt het natuurlijk extreem moeilijk om daar voor het virus nog overheen te komen. En dat is wat ik wou bespreken. Dankjewel. Dankjewel. Ja, graag.
Wat me opvalt, Ferdy, is... In eerste instantie had Geert het erover... dat eigenschappen zoals muzikaliteit en sport aanpassen... genetisch gezien door eigenlijk onze tekortkoming aan kennis... over het genetisch component van dat soort eigenschappen... dat dat te complex is en dat we daardoor dat soort eigenschappen nog niet kunnen beïnvloeden. Uit jouw presentatie en onderzoek krijg ik het idee dat dus het genetisch component van humane herpesvirussen zo duidelijk in kaart is gebracht dat we dat specifiek kunnen targeten met een bepaalde behandeling. Dat is ten dele correct. Kijk, we kunnen nooit uitsluiten dat er niet een neveneffect is van een CRISPR. Bijvoorbeeld, zoals Geert het ook al aangaf, je hebt off-target effects. En dat is een probleem gezien binnen het veld. En dat proberen we te minimaliseren. En daar zullen we het waarschijnlijk straks ook even over hebben nog. Dus dat blijft een neveneffect ook met deze CRISPRs. Want je brengt ze tenslotte in een humane cel aan. Enige voordeel van dit hele systeem is wel, je praat hier over een virus als een target. En het virus-DNA is over het algemeen substantieel verschillend van dat van een mens. Het is niet qua nucleotide anders, maar qua opbouw. Het is veel CG-rijker, et cetera. Dus het is wat dat er gaat unieker. En daardoor is de kans op off-targeting ook iets lager. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet kan zijn. Ja. En je hebt dit nu in vitro gedaan. Zie je ook mogelijkheden om dit binnenkort ooit in vivo te doen? Wij zijn op dit moment wel bezig om muizenexperimenten op te zetten. Tenminste in samenwerking met een andere groep. En ik weet bijvoorbeeld dat een bedrijf in Amerika al, en dat is dan Editas, die is bijvoorbeeld al bezig met het maken van een therapie op HSV, met name ook op ooginfecties, gebaseerd op CRISPR. Dus men is er eigenlijk al mee bezig. Zullen we tussendoor heel even een vraag uit het publiek doen? Jongens, ik ben even op zoek naar de catchbox. Ligt die letterlijk hier voor mijn neus? Ondertussen had ik misschien ook wel even een vraag aan Ferdy. Ik weet niet hoeveel biologen er in de zaal zitten. Of mensen uit biomedische wetenschappen. Maar ik ben in ieder geval niet op de hoogte wat het verschil tussen in vitro en in vivo is. Dus zou je dat misschien heel eventjes kunnen belichten? Nou ja, dat verschilt per vakgebied waarin je kijkt, laat ik het zo zeggen. Een chemicus zou er anders over denken. Maar wij biologen, celbiologen, beschouwen in vitro iets als een celkweek. Dus in het lab letterlijk cellen opkweken, op laten groeien. Okay. En als je het in vivo praat, dan praat je over letterlijk in het leven. Dus met andere woorden in een diermodel. Okay. Of eventueel zelfs uiteindelijk in mensen bij een toepassing. Maar misschien een beetje heel grof weggezet. Misschien een beetje heel grofweg gezegd, dus het ene is het in een laboratorium opzet en één is in een, laten we zeggen, levend of reële levend opzet. Organisme. Levend ja, organisme. Tenminste een meercellig organisme. Ja. Oké, okay, dankjewel. De vraag. Test, ja. Je zei dat uiteindelijk was je doel om te kijken of je ook echt het effect van herpes in de populatie zou kunnen verminderen. Zelfs al wil je het in vivo doen, moet je dus blijkbaar dit CRISPR in elke celkern van dat organisme krijgen. Nou, laat ik zo zeggen, laat ik het iets nuanceren. Ik denk niet dat het doel is om herpes in elke cel die je zou hebben te bestrijden, maar wel op de weefsels of structuren waar mensen daadwerkelijk hinder van ondervinden. Corneale infecties bijvoorbeeld zijn echt een groot probleem in de kliniek. Mensen moeten op den duur ook hoornvliestransplantaties ondergaan als het veelvuldig terugkomt. En dat reactiveert ook bij sommige patiënten wel elk half jaar. Dus dat is een groot probleem. En die weefsels zou je dus preventief, profylactisch als het ware, kunnen behandelen eventueel met een CRISPR. En moet je ze dan een prikje geven? Of bij de geboorte in het embryo al aangeven, hier wil ik later CRISPR hebben? Dat is nog een vraag. Ik zou zelf denken dat je het gewoon kan behandelen na de geboorte. Maar dan gewoon wanneer een patiënt die klachten ondervindt. Dus niet in het embryonale stadium, nee. Dankjewel. Ik had nog een vraag aan Geert eigenlijk. Jij werkt in de voortplantingsbiologie. Zijn er nog enkele ontwikkelingen die jij zou willen belichten met het gebruik van CRISPR-Cas in de voortplantingsbiologie die jij veelbelovend vindt? Of die jij, als iemand jou vraagt over CRISPR-Cas in het gebruik van de voortplantingsbiologie, wat vertel jij dan? En wat zijn er voorbeelden die jij het belichten waard vindt? Dus ten eerste vertel ik eigenlijk het verhaal dat ik net al heb verteld. Ja. Omdat dat het meeste leeft en waar mensen zich ook zorgen over maken bijvoorbeeld. Ja.
Maar wat wij onderzoeken veel spermatogenese en spermatogoniale stamcellen. En dat zijn eigenlijk de mitotisch delende cellen die ervoor zorgen dat mannen hun hele leven lang zaadcellen kunnen produceren. En die stamcellen kan je in kweek brengen, in vitro dus. Okay. En die kunnen dan blijven... Dat heb je net geleerd. Ja, die kunnen we dus laten delen in het lab. En dan kan je ze ook behandelen met CRISPR-Cas. En als je die cellen weer tot zaadcellen laat vormen, dan heb je dus transgene zaadcellen. Ja. En dan is dat eigenlijk ook kiembaanmodificatie. En dat lijkt eigenlijk meer veelbelovend dan zygoten injecteren. En eigenlijk, omdat dat minder tot de verbeelding spreekt, is daar weinig aandacht voor. Dus vind ik het wel eens leuk om dat ook te belichten. In de zin van, dit is legaal in Nederland bijvoorbeeld? Nee, niet bij mensen, want je mag niet de kiembaan modificeren. Dus je mag nooit, je mag trouwens ook nooit een embryo creëren voor onderzoek in Nederland. Oh, ja. Maar in muizen kunnen we dit wel allemaal doen voor onderzoek. En ik gebruik dit wel eens om de functie van een gen te onderzoeken. Dan kan je het dus makkelijk weghalen in die stamcellen en dan daarmee een embryo creëren. Dat is makkelijker dan de ouderwetse manieren om een transgene muis te maken. Dus CRISPR is eigenlijk ook vooral gewoon een hele handige tool om onderzoek Voor onderzoek is het een hele handige tool. Maar om kiembaanmodificatie bij de mens werkt het ten eerste nog helemaal niet en het is ook verboden. Maar ik kan me voorstellen dat mensen en dieren natuurlijk veel complexer zijn dan bijvoorbeeld planten. Zijn er dan bijvoorbeeld in de landbouw ook grote toepassingen voor CRISPR? Ik denk overigens niet dat mensen complexer zijn dan planten. Maar voor de landbouw zijn er natuurlijk enorme toepassingen om gewassen te modificeren. Dat gaat veel sneller dan ouderwetse. Misschien manier. In de zin van dat het genetisch component van bepaalde eigenschappen van planten in de landbouw iets duidelijker in kaart is gebracht als complexe eigenschappen bij de mens. En dat daardoor de toepassing in de landbouw, laten we zeggen, misschien commerciëler kan zijn. Dat het eerder dingen op de markt kunnen brengen die veranderd sowieso zijn. Sowieso, ik denk dat het algemeen wat geaccepteerder is om in planten dingen te veranderen dan in mensen over het algemeen. Je hebt natuurlijk al GMO's, dat is al een realiteit. CRISPR zou je daarvoor kunnen inzetten, wordt al daarvoor ingezet GMO eigenlijk. Is, wat betekent GMO? Genetic Modified Organisms. Dus dat is eigenlijk wat je eigenlijk vaak in de discussies ook hebt rondom planten. Hè, dus gewassen, kweken, dat we die aanpassen voor, bij wijze van spreken, resistentie tegen herbiciden. Of resistentie tegen bepaalde insecten, plagen. Maar ook, bij wijze van spreken, juist vitaminewaarden verhogen in planten. Waardoor mensen minder lasten van krijgen in arme regio's. Die dan veel rijst eten bijvoorbeeld. Dat soort dingen, ja. Dit brengt ons eigenlijk wel een beetje bij het volgende punt dat we graag even wilden bespreken. Daarvoor hebben we ook een volgende slide met een aantal krantenkoppen. Het lijkt erop alsof er is discussie of met CRISPR-Cas aangepaste organismen onder dezelfde regulatie moeten vallen als conventionele genetisch gemodificeerde organismen. En het lijkt erop, bijvoorbeeld de eerste krantenkom komt uit de Nature en dan een aantal wat meer algemenere dagbladen. Wat vinden jullie van het? Ik heb geen idee waarom dit zo is, want voor mij zou ik zeggen, CRISPR-Cas, dat is toch ook een genetisch gemodificeerd organisme. Waarom lijkt het alsof er zoveel druk is richting minder regulatie op CRISPR-Cas-organismen als conventionele GMO's? Ja. Hebben jullie daar een enig idee over? Doe jij? Ik vind het, lijkt mij ook dat het gewoon genetische modificatie is. Dus dat is meer een juridisch iets dan iets biologisch. En ik weet eigenlijk niet waarom dit juridisch iets anders is. Ja, op dit moment is het een beetje vreemd, dat klopt. Wat een paar jaar geleden het geval was, er werd een champignon werd ontwikkeld. En die champignon heeft sowieso altijd een bepaald enzym bij zich, waardoor de champignon bruiner wordt op de duur. Dat enzym hebben ze met CRISPR-Cas letterlijk kapot gemaakt, waardoor het enzym niet meer functioneel is. En daardoor heb je die bruining niet meer. En dat is natuurlijk commercieel natuurlijk interessant en leuk, et cetera. Dus vanuit dat oogpunt hebben ze daarvoor
bekeken, onderzocht bij het Department of Horticulture in Amerika. Of het een GMO is, ja of nee. En zij hebben toen besloten, het is geen GMO. Want je hebt namelijk iets binnen het organisme zelf geëdit en niet iets toegevoegd van extern. Dat maakt dan het verschil tussen een conventioneel GMO en een CRISPR-Cas GMO. Het maakt wel verschil, hoewel je met CRISPR-Cas hetzelfde kan doen als je dat zou willen. Je kan ook dingen aanbrengen daarin en aan. He, met een repair template kom je ook al ver, kan je ook nieuwe genen introduceren. Dus wat dat dan gaat, het is een beetje een moeizame discussie zou ik zeggen rondom dat. Ik zou zelf het ook meer zien als wel een vorm van een genetische modificatie. En inderdaad lijkt erop alsof het juridisch op dit moment nog niet helemaal duidelijk is wat men ermee wil. Dat... En eigenlijk zouden we ook iedereen in het publiek graag willen aanmoedigen om hierover na te denken. Want deze krantenkoppen bijvoorbeeld, die uit de Nature, de eerste, die is van 19 januari. En dit is dus echt een discussie die gaande is, jongens. Valt CRISPR-Cas ook onder de conventionele... moet het juridisch onder dezelfde... moet het aan dezelfde regels voldoen als GMO-organismen doen voordat het op de markt gebracht kan worden? Of zijn hier andere regels beter van toepassing? En Ferdi, ik kan me ook voorstellen als je zo'n mushroom bekijkt, zo'n paddenstoel, kun je dan ook eigenlijk zien dat het genetisch bewerkt is als er alleen een gen is uitgehaald? Van buiten bedoel je? Ja, als je... Denk ik niet, tenzij je een... Ja, je ziet dat ze niet zo snel bruin worden. Zou toch ook gewoon een willekeurige mutatie kunnen zijn geweest? Of? Een natuurlijke? Ja. Ja, in theorie kan dat, ja. Ik bedoel, we hebben natuurlijk al in de loop van duizenden jaren gewassen, gekruist en gestuwd binnen gunstige eigenschappen. Dat is een proces wat algemeen geaccepteerd wordt. En CRISPR doet dat dan op een artificiële basis. Eigenlijk door het... veel gerichter en gestructureerder, gestuurder te doen. In principe, vanuit een genetisch perspectief, zal er niet heel veel verschil in zitten. Alleen ja, je hebt natuurlijk wel off-targeting, al dat soort dingen. Maar dat zal je van nature ook hebben. Je hebt ook bepaalde andere genen die misschien dan meekomen, die ook gemuteerd zijn toevallig. Ik kan er dus wel iets bij inkomen dat zeg maar het implementeren of het toevoegen van een echt organisme-vreemd gen... Want dat wordt dan wel als echt een GMO gezien. Wat in de natuur, of tenminste wat men wel doet bij grote biobedrijven. Dat je dat wel meer ziet als echt een GMO. In plaats van een puntmutatie veroorzaken. Waardoor een bepaald gen gewoon niet functioneel meer is. Maar ja, het blijft altijd een moeilijke discussie. En we zullen zien hoe het zich ontvouwt in de maatschappij. En zeker wat er de komende maanden gaat gebeuren. Ja. Ik heb wel een volgende vraag. Eigenlijk aan jullie allebei. De Beethovenmuizen. Dit was een muis die waarbij ze een ongewenste mutatie op één bazenpaar hebben weten te veranderen. En daardoor doofheid hebben weten te herstellen. En om een beetje validiteit aan onze bronnen te doen, laten we natuurlijk eventjes het onderzoek zien in vivo. En weer terug naar de Beethovenmuizen. Ik ben vreselijk benieuwd... Zijn dit soort resultaten te extrapoleren naar mensen? Of zijn er dan onuitgewerkte barrières die meteen bij jullie opkomen... waarvan jullie het idee hebben van... wow, er moet nog heel veel onderzoek gedaan worden... mochten we dit ooit willen hetzelfde resultaat willen zien bij mensen? Geert, graag. Als eerste... Dus in mijn introductiepraatje liet ik al zien dat je elk... gen dat kapot is, kan je repareren... zodat je kinderen niet meer die ziekte hebben. Dus als je... kinderen hebt die door een puntmutatie doof gaan worden, dan zou je dat dus in theorie kunnen herstellen. Maar zoals ik had laten zien, is dat in de praktijk op het moment nog niet mogelijk. Een andere mogelijkheid, wat misschien bij deze muizen is gebeurd, maar ik heb het artikel, dat ken ik eigenlijk niet. Als je het in een gewoon in een volwassen muis heel lokaal dat probleem gaat repareren. Dus dan breng je het niet aan in de kiembaan. Dus dan is het ethisch ook veel minder complex. Het ging er inderdaad om, ze hebben het geïnjecteerd in het oor bij een volwassen muis. Ja, dus dat soort dingen lijken mij dat die sneller kunnen worden toegepast in de geneeskunde dan kiembaanmodificatie. Het probleem is wel dat je precies moet weten welk gen en welke puntmutatie voor een ziekte zorgt. En bij de meeste ziektes is het een samenspel van meerdere genen. En dan wordt het al snel... exponentieel complex, waardoor je niet meer met CRISPR-Cas kan repareren. Maar in een geval van een puntmutatie
zie ik wel dat er gentherapieën gaan komen in de komende jaren. In de komende jaren? Ja. Voorspelling? Nee. Graag verder. Had je nog iets toe te voegen aan waar? Nou ja, het is hier zeker een heel interessant onderzoek. Laat ik zo zeggen, wat zij hebben gedaan hier. Want je hebt verschillende manieren waarop je zeg maar dat soort modificaties kan aanbrengen in een organisme überhaupt. Dat is sowieso al een behoorlijke barrière op dit moment. De delivery, zoals wij dat dan noemen. Of het zeg maar het toepassen van de therapie in een organisme. Het lijkt in deze studie dat best wel redelijk efficiënt is gegaan. Ze hebben hier eiwitcomplexen met guide RNA's en de Cas-moleculen hebben ze ingebracht in een soort van vesicle. En dat is dus in de cellen beland uiteindelijk. En dat is wel anders dan bijvoorbeeld wat de meeste labs en toepassingen zullen doen met een virus, bij wijze van spreken, dit soort guides en CRISPRs eigenlijk inbrengen in cellen. Dus van dat oogpunt is het wel relatief veilig. Of het effectief genoeg gaat zijn en zo. Ja, dat is heel lastig iets over te zeggen. Daar zijn nog niet echt uitspraken over te doen natuurlijk. Nee. En het scheelt ook natuurlijk heel erg wat je behandelt. Hè? Want dit is natuurlijk het oor relatief makkelijk te bereiken. Het oog ook relatief makkelijk te bereiken. Als je een orgaan hebt, ja, dan praat je toch wel van andere problemen. En dit is een beetje het volgende vreselijk interessante onderwerp. Namelijk, het lijkt erop alsof één van de uitdagingen... Zullen we heel even deze vraag doen en dan de volgende vraag behandelen? Is dat, misschien past dat beter, aangezien we hem al begonnen, dacht ik. Het lijkt erop alsof een van de grote uitdagingen in het huidige onderzoek is... hoe krijg je de CRISPR-Cas-machinerie nou op de plek waar geknipt moet worden? En dus hoe krijg je het afleverprobleem eigenlijk? Hoe krijg je de machinerie afgeleverd op de juiste plek? En dat een van de grote uitdagingen is binnen de ontwikkeling van dit soort onderzoek. Kunnen jullie daar misschien iets over zeggen? Waarom is dat zo moeilijk om de CRISPR-Cas-machinerie op de juiste plek te krijgen? Wat kan er gebeuren zoal? Wat zijn de... Nou ja, een van de problemen is dus, wat ik net ook al aangaf, ten eerste, welk weefsel wil je behandelen? Dat is al probleem nummer 1, want je hebt... Laat ik zo zeggen, in het lab kan je meerdere manieren kan je het bewerkstelligen. Je kan transfecties doen. Dat is gewoon letterlijk DNA in een cel brengen. Via verschillende methoden kan dat. Je kan ook transducties doen. Dat doen wij ook in het lab veel. Dat is het gebruik maken van een virus om die DNA-elementen in te brengen in een cel. Maar je ziet al, ook in het lab, verschillende cellijnen zijn makkelijker dan wel moeilijker al te transfecteren, te transduceren dan andere. Dus dat is al probleem 1. En dan praat je alleen al over in vitro. Hè? Dus gewoon met weefselkweek. Dan in vivo is dat natuurlijk nog een enorme grotere barrière. En dan praat je nog over weefsels die misschien een barrière vormen, et cetera. En die ook al op zichzelf staand cellen moeilijker dan wel makkelijker te transfecteren, transduceren hoe je wilt zijn. Dus dat is sowieso een probleem. En dan heb je meerdere strategieën die je kan doen. Daarnaast heb je ook nog eens een keertje het probleem dat sommige strategieën als controversieel worden bestempeld, zou ik zeggen. Bijvoorbeeld het gebruik maken van een lentivirus om bij wijze van spreken in vivo iets te gaan modificeren. Men heeft al 10 jaar geleden dat geprobeerd te doen. Kwamen de studies uit dat er toch wel oncologische problemen optraden op een bepaald moment. Dus dat soort delivery problematiek bestaat er dus ook nog. Al met al maakt dat het dus heel erg moeizaam. Yeah. Dus bij ons in het lab met die spermatogoniale stamcellen in kweek hadden we een jaar lang 0% transfectie efficiency. Dus dat betekent dat geen enkele cel dat CRISPR-Cas tot zich nam. En hebben we heel lang lopen optimaliseren. Nu zitten we op onder de 10%. En dat is dan in vitro in het lab met de cellen in een pure populatie cellen voor je neus. Dus dat kost jaren. Ja. Nee, dat heeft ons een jaar gekost. Oh, een jaar. Maar in het lichaam is het natuurlijk nog veel ingewikkelder. Omdat je dan niet je cellen in een kweekbakje hebt, maar die zitten ergens verstopt in je weefsel waar je in geïnteresseerd bent. Dus je hebt eigenlijk een dubbele efficiëntieslag te verliezen. Zo. Ja. En ik kan me voorstellen als wij dus... CRISPR als gentherapie willen gebruiken, dan moet dat dus wel drastisch omhoog nog eerst. Ja, je moet dus iets bedenken waardoor als je aan het oog werkt, dat die CRISPR-Cas in een vesicle naar het oog gaan specifiek. Maar... Jongens, ik denk dat het tijd voor een vraag is. Ja, ik was eventjes de box aan het zoeken. Ik dacht dat die daar nog ergens achter in het publiek was. Alsjeblieft, ja. Ja, dit is het? Misschien een beetje een ethische vraag aan Geert eigenlijk. Stel, dus in
China was het al gelukt, toch? Omdat het nou niet gelukt is, maar dat het wel toegepast bij kiemcellen of de kiembaan. En stel, het lukt allemaal. In Nederland zijn best wel wat regels. En ja, dat is dan zo'n vraag van... Stel, het lukt allemaal en er zou met CRISPR-Cas allerlei ziektes kunnen worden opgelost. Denk dat het ooit toegepast kan gaan worden in Nederland? Want daar zijn we best wel streng wat betreft ja, regels van aanpassing van DNA. Dus hoe denk je daarover? Ja, dus... Nou, stel, we gaan er nu even vanuit dat het allemaal lukt, ja. Op dit moment ineens. Dan denk ik dat het nooit in Nederland zal niet toegestaan worden om gewoon in het wilde weg de kiembaan te gaan modificeren. Maar wat bijvoorbeeld bij pregenetische diagnostiek wel mag, is dat bepaalde genen waarvan duidelijk is dat een puntmutatie tot een vreselijke ziekte leidt, dat je daarop mag selecteren. Dus er zal misschien dan ook een lijst van genen komen... waarbij dat wel toe is gestaan, zoals dat BRCA1 of een puntmutatie die tot een spierziekte leidt. Dus ze zal eigenlijk per situatie een discussie moeten voeren. En misschien wel in de Tweede Kamer of tussen ethici en artsen. Maar niet zomaar elk gen in het wilde weg. Dat zal wel verboden blijven. Er is nog een vraag. Ja, die gaat eigenlijk door op. Is, we hebben het nu over of dit in Nederland mag, maar... Dat virus, zeg maar, als je het met een virus een soort van zou toedienen aan een populatie, dan houdt het zich natuurlijk niet aan landsgrenzen. Is er, als China besluit, nou wij doen het wel, dan is het binnen een maand zijn wij ook allemaal gecrisperd. Dus is er een soort wereldwijd orgaan dat hier keuzes over maakt? Of is alles gewoon op landsgrenzen gefocust? Niet landsgrenzen, maar wel China, Europese Unie, Verenigde Staten, heel grofweg. En die virussen zijn niet zoals griepvirussen, dat ze elkaar kunnen besmetten. Dat zijn echt... Virussen speciaal ontworpen voor het lab. Dus je hoeft niet echt. Er is geen zorg dat die virussen ons zouden gaan besmetten. En bovendien, om een embryo te modificeren, gebruik je een micro-injectie. Dus je echt met een klein naaldje breng je dat CRISPR-Cas-systeem in de zygote. Dus daar wordt ook geen virus voor gebruikt. En dat is ook niet de ambitie. Dat je zegt van stel je wilt herpes genezen overal, dan is niet. Is niet de ambitie om dat te doen met een virus dat je loslaat op een populatie? Een griepvirus, okay. Harry. Nee, zeker niet. Dat lijkt me niet gewenst. Oké, jongens, we willen graag eventjes door naar het volgende onderwerp. En dat is, eigenlijk is het deel van het onzekerheid. Ik dacht dat er nog een sluit tussen dat. De huidige focus op verbetering binnen het gebruik van CRISPR-Cas. Is er iets wat jullie kunnen zeggen over... Ik las erover dat ze proberen... in plaats van dubbel strengs te knippen, het off-target effecten te minimaliseren door bijvoorbeeld één streng te knippen. Klopt dit? Ja, dat klopt. Je hebt sowieso CRISPR, we praten nu over Cas9 over het algemeen, maar je hebt heel veel verschillende varianten ook weer voor CRISPR. CPF1 is er eentje van en je hebt ook nog verschillende organismen waar het CRISPR uit gewonnen is. Dus daarbinnen is ook allemaal onderzoek gaande. En allemaal hebben ze iets andere componenten of laat ik zo zeggen, samenstellingen die nodig zijn voor een knip te maken. En dus kan je verwachten dat daar ook steeds meer onderzoek naar gaat plaatsvinden. Hoe we die het beste kunnen benutten eigenlijk ter minimalisatie van off-targeting. Een van de andere dingen waar je het net over had, die men dus heeft ontwikkeld, is het gebruik maken van... Het principe dat ze een CRISPR hebben gemodificeerd in zo'n dergelijke vorm... dat hij alleen maar op één van de twee strengen kan knippen. Ja. En dat betekent dus dat je automatisch twee verschillende losse CRISPR's nodig gaat hebben... om één dubbelstrengs break te maken. Want elke kant van het DNA-molecuul moet los van zichzelf geknipt worden... op één van de twee CRISPR's. Ja. En dat vermindert natuurlijk de kans op off-targeting aanzienlijk daarmee. En wat zijn dan die off-target effecten? Ja, die off-target effect is eigenlijk min of meer dat de guide RNA heeft gewoon een bepaalde sequentie. En die sequentie, het genoom is ontzettend groot. En er zijn altijd wel gebieden ergens anders in het genoom die erg veel lijken op diezelfde sequentie. En als ze daar toevallig gaan binden, en dat kan natuurlijk, het is gewoon een kansproces ook ten dele, dat er dan gebonden wordt, dan kan die daar eventueel knippen. En dat noem je dan echt een off-target effect als het op een plek is wat jij niet wil hebben dat die daar knipt eigenlijk. Ik wil nog wel iets kwijt over off-target. Dat doordat wij gewoon leven en metabolisme hebben in onze cellen, hebben we ook steeds mutaties in ons genoom. En die zijn eigenlijk misschien zelfs in een grotere orde dan de off-target van dat CRISPR-Cas. Dus we moeten ook eens gaan nadenken
hoe erg off-target is als je al, als je door het zonlicht loopt in je huid, heb je al vele malen ergere mutaties. Heb je ook off-target effecten? Precies, het is, hoort gewoon bij het leven ook een beetje. Ja, dat je... en misschien is dat een ander deel van de discussie inderdaad, die misschien wel heel diep en uitgebreid belicht kan worden. Ja, zullen we een vraag doen tussendoor eerst? Ja, mooi. Oh, sorry, de catchbook was hiervoor. Ik dacht even hiervoor ook het woord te geven, want ik dacht dat je ook een vraag had. Ja, inderdaad. Werd het gekoppeld aan... Word ik verstaan? Oh, zo. Ja. Naar het onderzoek met embryo's in China. Zeg maar, de CRISPR-Cas en dan bij embryo's. En ik vroeg me af van bijvoorbeeld wanneer baby's al 2 weken te vroeg worden geboren, dat dat al echt een effect heeft. Dat had ik ergens gelezen. Maar wanneer er dan wordt geïnterfereerd op psychoot niveau, dan is het toch niet te voorkomen dat het verwarrend is voor de zygoten, ook qua signalen wat er gedaan moet worden en hoe wordt daarover gedacht qua, omdat het iets van 90% gewoon niet doorging. Het is een beetje verwarrend, maar het gaat erom dat de ontwikkeling zo cruciaal is en wanneer er wordt geïnterfereerd is het gewoon dat onmogelijk een beetje... Het is ook een beetje de audio voor, het is een beetje zacht. Dus wat je bedoelt is volgens mij de interventie op het eerste, tijdens het eerste ontwikkelingsstadium moet verstoringen met zich meebrengen. Ja. Waarbij het bijna niet mogelijk is dat je dit cruciaal ontwikkelingsstadium ook verstoort op manieren die je niet wil. Ja, dus wat blijkt is dat artikel uit China, die hadden 100 van die bevruchte eicellen nodig en daar gingen al 20% dood door die micro-injectie. Dus dat is al heel lastig voor zo'n net bevruchte eicel. Maar voor het andere zijn die embryo's enorm, die kunnen best wel veel hebben. Dus je kan er makkelijk een cel afhalen om te analyseren. Dan gaan die andere cellen vormen gewoon een normaal embryo. En sterker nog, als je in IVF-klinieken, zijn bijna alle menselijke embryootjes mozaïek voor aneuploïdieën. Dat betekent dat een groot deel van de cellen niet levensvatbaar is. En die worden, toch worden we allemaal normale mensen. Dus er is een, daar zijn we ook onderzoek naar aan doen hoe die embryo's dat kunnen. Maar we kunnen dus erg goed omgaan met slechte cellen in zo'n embryo. Die worden weggewerkt op een of andere manier. Dus die embryo's kunnen wel veel hebben wat dat betreft. Ja, en ook dit is waarschijnlijk een complexe discussie. Tenminste, kan het een lange discussie zijn. Maar doordat jullie allemaal druk zijn en allemaal om 1 uur weg moeten, jongens, gaan we toch eventjes door naar het volgende onderwerp. En dat is namelijk, waar gaan we naartoe? Ik was hier benieuwd naar en als je dat met velen met mij, en als je dan aan Google vraagt, je hebt CRISPR en je doet de mammoet, dan lijkt het internet vrij zeker te zijn waar we naartoe gaan. Namelijk, de tweede is mijn favoriet, de Woolly Mammoth Revival. We gaan hier naartoe. En dan, om het iets te nuanceren, gaan we niet de mammoet tot leven brengen, maar we gaan eigenschappen van de mammoet met gebruik van CRISPR herintroduceren om bijvoorbeeld de Aziatische olifant wat bestendiger te maken tegen kou. Kan dit? Nou ja, in principe, als jij exact zou weten welk gen dat dan doet, en dat gen zou het enige gen zijn die dat doet, dan zou het in theorie mogelijk moeten kunnen zijn, zou ik zeggen. Maar ja, ten eerste, waarom zou je het doen? Zou ik zelf zeggen, want laten we zo zeggen, olifanten leven nu al niet in koude gebieden. Dus ja, dat ernaast. Maar als je het zou willen, ja. Ik zie dit meer ook als een discussie eigenlijk van het terugbrengen van de mammoet en dat soort dingen als een klonaal idee. Dus iets van, bij wijze van spreken, dat net zo goed als het kloneren van dieren. En bij wijze van spreken, hele stukken, hele genomen eigenlijk van DNA terugbrengen in een bepaalde eicel en dan dat proberen weer tot leven te krijgen. Ik weet niet, Geert, kan jij er misschien iets meer van zeggen? Maar... Ja, ik heb dan niet zoveel verstand van mammoeten, maar stel je vindt in een fossiel nog een stukje weefsel waar nog intact DNA in zit, wat wel bijzonder zou zijn. Dan zou je dat DNA uit een mammoetcel kunnen injecteren in de eicel
van een, of in de zygote van een olifant. Dus je moet dan het DNA van de olifant uit die ene cel halen, of een embryonale stamcel van een olifant. En dan zet je dan mammoetgenoom in. En dan krijg je eigenlijk een hybride embryonale stamcel met de mitochondriën en cytoplasma van een olifant en het genoom van de mammoet. En dan krijg je dus een mammoet met olifant mitochondriën. Maar als je CRISPR-Cas wil gebruiken, dan kan dat in wezen alleen met hele simpele eigenschappen. Ja, je kan dan, dat genoom is gewoon ook een genoom. Dus en elk genoom kan je behandelen met CRISPR-Cas. Oké, jongens, dan doen we even het volgende voorbeeld erbij. Dat is namelijk de antibiotica-resistentie. Ja, want Ferdy, jij vertelde dat je natuurlijk herpesvirus probeert te bestrijden. Maar we hebben ook een groeiend probleem met bacteriën die antibiotica-resistent zijn. Zouden we dat niet ook CRISPR kunnen gebruiken daarvoor? Ja, ik werk daar zelf niet aan, maar ik weet wel dat zeg maar binnen de antibiotica-resistentie-problematiek het wel een idee speelt om CRISPR's te gaan gebruiken of toepassen om bepaalde antibiotica-resistentiegenen weg te halen bij bacteriën in het lijf, zeg maar, in vivo ook. En hoe krijg je dan een CRISPR in een bacterie? Het grappige is dus dat voor oorsprong is CRISPR natuurlijk ontwikkeld tegen bacteriofagen. Ja. Dus virussen gericht tegen die bacteriën infecteren. En in dit geval zou je bacteriofagen weer kunnen gebruiken om weer guides en CRISPR et cetera aan te brengen in die bacteriën die het juist met CRISPR zouden moeten bestrijden. Om daarmee dus binnen de bacterie bepaalde antibiotica-resistentiegenen weg te halen, weg te knippen, kapot te maken eigenlijk. Ja. En dan wordt een bacterie natuurlijk gewoon weer, ja, is niet meer resistent tegen antibiotica in dat geval. Als dat efficiënt en goed zou werken opnieuw. Dus dat is een beetje het idee erachter. En ook weer, dit is een van die onderwerpen waarvan we de komende maanden, een beginnende discussie en onderzoek, waar we de komende maanden en jaren veel van gaan horen. Dus ja, moedigen we iedereen aan het allemaal een beetje te volgen, omdat het heel erg interessant is en misschien ook wel een beetje interessant is om mee te discussiëren. Ik kijk even rond of er nog een vraag is voor iemand. Oh, wacht. Horen jullie mij? Ja. Toch? Iets dichterbij. Horen jullie mij? Ja. Oh, sorry. Ja. Ik ben totaal geen specialist. Ik studeer architectuur aan de TU Delft. Dus misschien zeg ik hele gekke dingen, maar ik wil eigenlijk een gooi doen naar de toekomst. Omdat we het daar nu toch over hebben. En jullie hebben het heel erg over specifieke toepassingen en gevallen. Maar zoals jullie al zeiden, is genmodificatie in organismen staat nog echt in de kinderschoenen. Maar ik hoor wel aan jullie verhalen dat er wel ontwikkeling in zit. En hoe zien jullie die ontwikkelingen verder gaan eigenlijk? Is het ooit echt mogelijk om heel gericht genmodificatie te doen en echt daarin iets te bereiken? Ja, ik zeker weten. Ik bedoel, zoals Geert ook al aangaf in de introductie, je kan een repair template gebruiken, zoals wij dat dan noemen, om specifieke veranderingen die jij wil aan te brengen in een gen. En in principe kan je daarmee dus een gen veranderen of een eiwit daarmee veranderen en daarmee de eigenschappen beïnvloeden. Dus dat is in het lab zeer zeker al mogelijk. En ik zeg eerlijk, dat is ook niet super efficiënt. Dus je hebt ten eerste instantie al CRISPR, wat op zich best wel efficiënt werkt als je dat in een cel krijgt. Maar dan met de repair template erbij gaat die efficiëntie nog flink omlaag. Dus daar moet nog wel het een en ander flink aan gewonnen worden, aan efficiëntie. En dat zal waarschijnlijk in de komende 5 tot 10 jaar wel het geval zijn. Daar zal best wel veel winst op behaald worden. Verwacht ik, hoop ik. Maar En ik ben ook helemaal geen specialist, maar om er een heel klein beetje in te mengen, ik krijg het idee dat we met de kennis van de CRISPR-Cas machinerie en de ontwikkeling gegeven, gaat het er vooral, we weten wel hoe we moeten modificeren, maar het gaat gewoon om de kennis van het genoom. Weten we wat, welke genen coderen waarvoor? En mocht je dat allemaal precies weten, dan zijn er veel meer mogelijkheden in de zin van gewilde, specifieke modificatie. Ja, inderdaad. Toch? Dus ik denk dat het dan beperkt zal blijven tot herstel van puntmutaties die we helemaal begrijpen, die een ernstige ziekte veroorzaken. Okay. En andere dingen zijn denk ik te complex om in humane embryo's te kunnen en vooral te willen. Ik denk dat we dat gewoon niet moeten.
planten? Of? Bij planten denk ik dat wel meer de richting ingaan van ook echt genen aanbrengen of veranderen, zodat ze zoeter en resistenter en groter, of weet ik wat die mensen allemaal willen. Ik denk dat dat wel eerder zal gebeuren dan iets in humane embryo's. En dan echt in de verre, verre toekomst, zou het ooit echt mogelijk zijn om onze eigen organismen te creëren? Om onze eigen DNA-strengen te schrijven, onze eigen cellen te maken? Er zijn wel labs die al hele primitieve celachtige dingetjes kunnen maken door gewoon artificieel DNA te fabriceren en in elkaar te sleutelen. Maar om een, echt een organisme zoals een plant en een mens, dat is nog op de komende decennia veel te complex. Het gaat dan echt om een eencellige die nog eigenlijk simpeler is dan de simpelste eencellige. Wat dat betreft. Dankjewel jongens. Ik ga heel eventjes door, want we zitten in de laatste 5 minuten. Nou, heel kort zou ik graag even willen zeggen. CRISPR-Cas is booming business. Dus als jullie nog op zoek zijn naar een baan, er zijn allerlei honderden miljoenen grote bedrijven die in de afgelopen jaren worden opgezet. Vrijwel puur en alleen rondom het gebruik van en de ontwikkeling van CRISPR-Cas mogelijkheden. En eigenlijk zijn we benieuwd, wat zijn jullie eigen, als laatste vraag of een van de laatste vragen, wat zijn jullie eigen CRISPR-Cas dromen? Zijn er ontwikkelingen die jullie super graag zouden zien of dingen waar jullie echt naar uitkijken? Ten eerste instantie als de delivery al een stuk beter wordt en dat we daarmee bepaalde genetische aandoeningen goed kunnen behandelen waar we hiervoor nooit wat goed mee konden doen. Dat zou mijn persoonlijke droom zijn. Of dat met CRISPR kan of iets anders tegen die tijd, maakt me eigenlijk dan weinig uit. Maar als we in ieder geval vanuit een genoomperspectief er iets aan wat kunnen aanpassen, iets wat kunnen genezen, lijkt me dat al geweldig. En dat is ook, dat geldt ook voor binnen je eigen onderzoek? Of zijn er binnen je eigen onderzoek bepaalde ontwikkelingen, bepaalde vooruitzichten waar je echt over droomt eigenlijk? Nou ja, op dit moment zijn we nog steeds bezig om te kijken of we latente genomen daadwerkelijk kunnen verwijderen of niet. Met HSV-infecties dan. Eerste instantie leek dat moeizaam te gaan. Als het überhaupt al kon. Maar ja, we hebben een heel beperkt model gebruikt daarvoor. Geen in vivo studie, et cetera. Misschien dat het daar wel juist tegen alle beter weten in misschien wel makkelijker gaat. Want het genoom van het virus zit misschien iets minder complex in elkaar dan in dat stadium. Dat is iets wat heel mooi zou zijn als dat zou werken. Dus binnen mijn eigen studie of werk zou dat mooi zijn. Mooi, dank je. En Geert? Dus met in het somatische lichaam ook de delivery en dat dat allemaal efficiënter en veiliger kan. Dat is allemaal fijn. Minder off-target effecten. Ja, precies. Maar dan voor de kiembaan kun je misschien de droom veranderen in nachtmerrie. Daar heb ik zelf niet zoveel last van, gelukkig. Maar Okay. Stel dat dat allemaal mogelijk wordt, dan hoop ik niet dat enge, verre landen dat als een soort van genoomdoping gaan gebruiken om designerbabies te maken. Ik denk dat we het moeten houden tot die ernstige ziektes. En dat zoals werd gezegd, dat ze dan over landsgrenzen heen gaan en ons eigenlijk ook infecteren met een nachtmerrieachtige verandering die we allemaal niet verspreid zouden willen zien hier. Maar we kunnen voorlopig nog rustig gaan slapen, want op het moment valt het allemaal reuze mee. Mooi. Dankjewel. Nou jongens, dan we zijn aan het einde gekomen, precies om 2 minuten voor. Zoals jullie wel een beetje gemerkt hebben, hebben we geprobeerd de editie vrij technisch te benaderen. En dat hebben we bewust gedaan omdat de ethische discussie zo uitgebreid en zo lang kan duren. Dat we jullie vooral heel erg aanmoedigen en graag meedoen met de ethische discussie. Maar niet in dit uurtje, niet in deze editie. Voor nu allemaal super bedankt dat jullie er waren. Volgende maand, zoals je op de schermen ziet, hebben we een debat over de sleepwet. Of dit nou het einde van je privacy is. Of dat daar ook wel andere standpunten voor in te nemen zijn. Heel erg bedankt en geniet van jullie dag.